ook op de vlog? Zijn er meer shuttles of niet? Misschien back-end service proberen? En dan zag je het. Yes! Goed zo! Ja, we willen graag een goede exposure van badminton in Nederland. Ja, en u heeft ook een aantal mensen meegenomen, uitgenodigd? Ja, we hebben vandaag een VIP-arrangement voor onze klanten die badminton-fan zijn. En dat doen we al een aantal jaren en het valt erg in de smaak. Dus. Badminton is natuurlijk gewoon van traditioneel gewoon een belangrijke sport in Nederland. Wordt door veel mensen gespeeld. En we hebben op dit moment ook, en dat hebben we eigenlijk in het verleden ook al gehad, echt een aantal wereldtoppers. En dat is wel mooi om te zien dat die ook voor eigen publiek hier gewoon goed presteren. Ja, en wat is uw taak? Ik ben chauffeur. Ook chauffeur? Ja. Ja, oké. En heeft u een leuke herinnering van wat u heeft meegemaakt als chauffeur? Alle ritjes vind ik leuk hoor, daar gaat niet op. Maar ja, 's nachts een keer naar Schiphol rijden of zo vind ik leuk. Mm-hmm. Dat heb ik verleden jaar gedaan, 3 uur 's nachts of zo. En dan moet je wel je vroeg je bed uit, maar dat is wel leuk. Ja. Maar gewoon het contact met de mensen is leuk. Dus fit sportbalsem is zeg maar een spiermassagemiddel. Dus het is goed voordat je gaat spelen, voordat je het veld op gaat. En daarvoor hebben we een rollertube ontwikkeld. Die dus eigenlijk dat je zonder dat je handen met de balsem hoeft aan te raken, kan je hem inmasseren met de rollertjes. Ja. Ik ben hier met Ronald van? Van Yonex. Van Yonex. En waarom staan jullie juist hier op de Dutch Open met een showroom? Ja, kijk, al mijn klanten komen hier deze week om de nieuwe collectie voor 2023 al te kopen. En het is ook altijd leuk om onze spelers en zo te ontmoeten. Dus dit is de place to be voor ons deze week. Dus naast okay. dat we hoogsponsor zijn, is het ook goed om onze klanten te ontmoeten. Ja. Oké. Okay.